Nogmaals welkom allemaal en hartelijk bedankt om op deze uitnodiging in te gaan voor de ondertekening van ons ASAP Fort Charter. Zoals ook aangekondigd, dus ja, als agentsbedrijf vindt ASAP het uiteindelijk heel belangrijk om die Fort en toeleveranciers, medewerkers ook een stuk te helpen naar de zoektocht in een nieuwe job. Goedemiddag. Het waren gouverneur Herman Reinders, burgemeester Wim Dries, Wim Klaas, directeur Belangenbehartiging van VOCA en de verantwoordelijken van de ASAP Human Resources Group die de charter ondertekende. Dank u voor jullie hele ondersteuning. Dank u. Een mooi engagement is. Meestal worden wij gecontacteerd om te vragen hoe helpt je ons en dergelijke meer. En hier kunnen we subsidies krijgen en kunnen we dit of dat doen. En hier was het eigenlijk voor mij ook wel wat anders, want ik werd eigenlijk aangesproken door een Gentsbedrijf. Er loopt al helemaal met VDAB, loopt wat met de outwork of de outplacement van het bedrijf en dergelijke meer. Maar eigenlijk zeggen ze nee, vanuit onze eigen sterkte willen we eigenlijk daar nog extra iets aan toevoegen. En we vragen u eigenlijk om dat moreel mee te ondersteunen. Om te zeggen van, wij gaan tekenen, maar we hebben graag dat iemand meekijkt, dat we dat engagement ook nakomen. En ja, op die manier vond ik het wel fijn dat je zegt van, het zou fijn zijn moest de burgemeester meezeggen van, wij steunen dat en wij willen dat uitrollen. En ik denk als dat kan, als verdere ondersteuning, we hebben iedere ondersteuning nodig bij deze moeilijke tijden. En ik ben dan ook wel heel blij dat wij vandaag samen dit engagement mogen mee ondersteunen. Wel, we hebben dus vandaag de ondertekening van het ASAP Fort Charter. Dus dat wil dus eigenlijk zeggen dat wij ons engageren vanuit ASAP om een hertewerkstelling te doen van de Fort werknemers en de medewerkers ook van de toeleveranciers van Fort. En we gaan dat eigenlijk ook regionaal doen. Dus dat wil zeggen over de grens heen, niet alleen in Belgisch Limburg, maar ook in Nederland en in Duitsland. Omdat we dus daar vaststellen dat er toch heel wat vraag is naar dergelijke profielen. Vooral de technisch meer ervaren medewerkers en de technisch geschoolde medewerkers. Dus onder meer in de automotive en de automobielsector, maar ook ruimer als dat. En blijkt dus dat daar ook wel heel wat arbeiders en medewerkers van Fort bereid zijn om tot daar te gaan. Dus op basis van de gesprekken die wij tot nu toe gehad hebben. En vandaar dus dat wij zeggen, goed, aan die medewerkers, kijk, manifesteert u eigenlijk nu op dit moment. En wacht niet tot het grote stormloop is op het eind van het jaar. Maar grijp nu eigenlijk uw kans. Er zijn mogelijkheden, er zijn vacatures. Ga naar een van de ASAP-kantoren. We hebben 10 kantoren in Limburg, waar dat men eigenlijk kan zoeken naar een opnieuw een vaste job voor die medewerkers. Dus naast onze 10 kantoren die openstaan, zal ik maar zeggen, om die Fort-medewerkers te ontvangen, hebben wij ook een regionale jobdag. Dat is begin juni, waarbij dat we eigenlijk heel concreet een aantal bedrijven vacatures voorstellen, maar ook wat dat het betekent voor hen om regionaal te gaan werken, naar hun statuut, naar allerlei praktische vragen die ze zullen hebben. Dan zullen daar ook specialisten ter beschikking staan eigenlijk om te antwoorden op al die vragen.